heel vroeg in het voorjaar kun je toch al een prachtig bloeiende tuin hebben. Bijvoorbeeld met die hei of met Amerikaanse vergeet-me-niet. En natuurlijk deze prachtige planten, helleborus. Helleborus die bloeit soms al eind januari en hij gaat ermee door tot in april. Het is een plant die houdt van humusrijke, goede grond. Nou, en hier zie je aan de kleur van de grond, maar ook hoe die aanvoelt, licht en een beetje klonterig, dat hier genoeg humus in zit. En als je in je eigen tuin graag een helleborus wilt planten, maar je hebt het idee dat die grond niet goed genoeg is, werk er dan wat compost of wat bladaarde doorheen. Dan heb je veel grotere kans dat hij het ook goed gaat doen. Het blad van de helleborus, dat zit het hele jaar, zomer en winter, aan de plant. Helleborus heeft één nadeel en dat is dat het blad, dat het soms wat lelijk wordt. Er komen dan zwarte vlekken en kringen op. Het is verstandig om dat blad af te knippen. Dat kun je in februari al wat doen als er veel lelijk blad op zit. Maar knip niet alles af. De rest van het lelijke blad knip je pas af als het nieuwe, jonge, gezonde blad tevoorschijn komt.